In deze Prinsjesdag video bespreken we een aantal wijzigingsvoorstellen in de inkomstenbelasting. Het kabinet laat de tarieven vrijwel onveranderd, maar verlegt de eerste tariefschijf in box 1 en bouwt de arbeidskorting iets langzamer af. De regering verhoogt de percentages van de milieu-investeringsaftrek voor alle categorieën naar 27, 36, respectievelijk 45 procent. De berekeningsmethodiek van de rendementspercentages in box 3 komt duidelijker in de wet te staan. Het kabinet pakt enkele regelingen in de eigen woningregeling aan, omdat die in de huidige situatie soms tot overkill leiden. Dit komt vooral doordat de regelingen niet aansluiten bij de wijziging van het huwelijksgoederenrecht per 1 januari 2018, waarbij de hoofdregel is dat de goederen die echtgenoten voor het huwelijk hadden niet tot de huwelijksgemeenschap gaan behoren. Een man heeft bijvoorbeeld voor het huwelijk een eigen woning verkocht en heeft daardoor een eigen woningreserve van 60.000 euro. Als hij trouwt in 2019, blijft dit geld van hem, maar artikel 19aA lid 6ib bepaalt dat zijn echtgenote de helft van de eigen woningreserve krijgt toebedeeld. Als ze gaan huren en in 2020 weer gaan scheiden, heeft de vrouw een eigen woningreserve van 30.000 euro, terwijl ze nooit een eigen woning heeft gehad en ook niet over de verkoopwinst heeft kunnen beschikken. Het kabinet wil de regeling nu alleen nog toepassen als door het huwelijk een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Alleen in dat geval profiteert de vrouw immers ook van het geld, of als de man de woning niet zou hebben verkocht, van de woning. Verder wordt het besluit van 30 januari 2018 gecodificeerd in de wet als één of beide partners een eigen woningreserve heeft en ze kopen gezamenlijk een eigen woning, wordt voor de renteaftrek gekeken naar de gezamenlijke schuld en de gezamenlijke eigen woningreserves. Het kabinet stelt verder voor dat bij overlijden de eigen woningreserve niet langer wordt toegerekend aan de langstlevende partner, maar vervalt. Dit gaat ook gelden voor de aflossingsstands eigen woningschuld. Ook komen er versoepelingen bij het oversluiten van een lening als een van de partners een eigen woningsschuld heeft, die al bestond op 1 januari 2013. Het kabinet verlaagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting naar per saldo 318 euro. Deze heffingskorting geldt voor alleenstaanden en voor fiscale partners die een lager inkomen hebben dan hun partner. De levenspartner van een buitenlandse belastingplichtige kwalificeert niet als fiscaal partner. Hierdoor heeft de in Nederland werkende buitenlandse belastingplichtige recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, ook al heeft hij het hoogste inkomen van beide partners. Het kabinet repareert dit nu en bestempelt diens levenspartner voor deze heffingskorting voortaan toch als fiscaal partner. Tijdens het vaktechnisch overleg kunnen de volgende vragen aan de orde komen: 1. Welke gevolgen heeft de codificatie van het besluit van 30 januari 2018? 2. Voor welke inkomensafhankelijke regeling heeft de terugwerkende kracht van de aanpassing van het partnerbegrip praktische betekenis? 3. Waaruit bestaan de versoepelingen bij het oversluiten van een bestaande eigenwoningsschuld?